بيزيل فاندا تونكن مارغارن فلسطين كريستنن يودن سورينامس المان فلسطينن بيستان اختر غزة Beste vrienden en vriendinnen, drie politici hebben net gesproken. Maar waar zijn al die andere Kamerleden en politieke partijen? Waar zijn al die laffe politici die een grote mond hebben? Wij kunnen ons nog herinneren hoe sterk Amerika was. En toch is Amerika verslagen door het kleine volkje van Vietnam. Ja. Wij kunnen ons nog herinneren hoe sterk het apartheidsregime was. En toch is dat regime met al zijn wapens verslagen door het Zuid-Afrikaanse volk. En zo zal een dag komen dat de machtige Israël, militair gesproken, ook verslagen zal worden door het Palestijnse volk. لو جار علينا الزمن جار جار علينا لابد علينا كل نهار طل علينا برمان عيونك يا الوطن والطيفين لغرض حريتك دمينا ما نستغني ابد والكون علينا يشهد والكون علينا يشهد مقصود الطول يا نيلو من معلوم Ons volk weet wat allemaal gebeurt in Gaza. Want de media hier laat niet zien. Wat ze laat is gewoon in positief zin voor Israël. Maar de waarheid is dat de kinderen worden dagelijks afgeslacht. Huizen worden dagelijks 24 uur gebombardeerd. Er moet wat gebeuren. Kijk maar, er staat een plaatje. Dan zie je wat de kinderen vastnemen. Allemaal kinderen worden vermoord. Er zijn al 400 mensen vermoord. Terwijl alleen maar raketten slagen. Die mensen hebben eigenlijk niks mee te maken. Het is emotioneel om eigenlijk mijn gevoelens op een normale manier te kunnen uiten. Want wat wij zien is gewoon onmenselijk. Onmenselijk. En wij leven in 2009. Dit kan niet. De wereld moet wat van zeggen. Zij moeten wakker worden. Genoeg geslapen. Genoeg. It's old fashioned way of throwing bombs and killing people. That you better talk, yeah, and give the Palestinians their own state. Yeah? And so that everybody will be a free person. And it's not good what they're doing. They're killing too much of people. Yeah? I'm not a hatred of any person in the world. Yeah? Jews are also people. Palestinians, also people, blacks, Africans, whatever. But you got to stop this violence. That must stop. Now. And I want to tell the Dutch government also, there is the worst hypocrite government they have in the world. If they want violence, they can get violent, but double violence. Worse than what they're doing. Believe me, the day will come. But now they have a chance to stop. If they don't do it, it will be a disaster to themselves. Stop de oorlog! Stop de oorlog! Stop de oorlog!